Welkom bij Marktverhalen. De gemeente De Bilt is 5 jaar Fairtrade gemeente. We beginnen naar de markt in Bilthoven om te vragen in hoeverre dat leeft. Wat vindt u ervan dat de gemeente De Bilt al 5 jaar Fairtrade gemeente is? Ik denk dat dat gewoon een goede zaak is, want je leeft op een hele wereld waar iedereen moet kunnen leven en goed moet kunnen leven. Dus ik denk dat we dan ook de goede producten moeten kopen uit de landen waar ze vandaan komen. Ik vind dat zeker belangrijk en wil het ook wel weten. Ik zal niet zeggen dat ik er de hele tijd achterin zit om het erachter te komen, maar als het bekend is, dan hou ik er rekening mee. Het is veel China, weet ik het, overal vandaan. Daar moet je wel heel erg op letten. Koopt u zelf wel eens Fairtrade producten? Soms. En welke bijvoorbeeld? Welke? Ja, in de supermarkt. Groente soms, fruit. Maar verder eigenlijk niet. Wist u dat de gemeente De Bilt een Fairtrade gemeente is? Dat heb ik wel gehoord, maar was het allemaal inhoud. Oké. Okay. Dat interesseert ons niet meer zo veel. Nee. Okay. We zijn 86 en dan hebben we het gehad. Wordt volgende week hier in De Bilt een Fairtrade gemeente congres gehouden. Wat vindt u daarvan? Ja, eigenlijk niks. Ik vind het... Het zijn allemaal van die hoge heren die daar heel wijs lopen te doen. En uiteindelijk, als de conferentie afgelopen is, is er niks bereikt. Nee. Zo gaat het meestal, toch? Oké. Heeft u wel vertrouwen in de politiek? Nee, niet echt. Het is gewoon belangrijk, maar ik ben er niet heel bewust mee bezig. Sorry. Nee. Ik probeer er inderdaad op te letten. Zeker met koffie en andere veel voorkomende producten in de supermarkt. Maar ook met kleding vind ik het heel belangrijk. Dus dan, waar let je dan precies op? Ja, je hebt een keurmerk natuurlijk van Fairtrade, maar ook in de media zijn er natuurlijk best chockerende berichten over mensenhandel, kinderarbeid, dierenleed. Dus daarin vind ik Fairtrade wel heel belangrijk. De conclusie is dat de bewoners van De Bilt en Bilthoven opvallend goed bezig zijn wat betreft Fairtrade. Er wordt veel gekocht bij de wereldwinkel, vooral chocola. En er wordt echt op gelet bij het kopen van producten, van kleding en voedsel, of het eerlijk, op een eerlijke manier is geproduceerd.